we nou willen of niet, mannen zijn fysiek gewoon sterker dan vrouwen. Dus ik vind het wel fijn als ik met 3 grote mannen in de auto zit. Maar weet je, wat ik ook vooral lastig vind, is dat er gewoon niet mensen zich erbij neerleggen dat het gewoon een mannenberoep is. Ja. Daar kun je ook op afvingen. Het is gewoon een mannending. Ja, nou ja, wij zijn dan een paar vrouwen die dat ook kunnen. De regel maar je hebt gewoon ik vragen waarom u denkt dat het beter is als er meer vrouwen bij de brandweer komen. Nou, 1. Voor, laten we zeggen, het vertrouwen van de Amsterdamse bevolking in de brandweer. Als ze zien dat de brandweer ook gevarieerd is, dat er vrouwen, mannen, mensen van alle kleuren daarin zitten. Nee, Femke, als Amsterdammer die huis in de fik staat en misschien zijn er ook nog wat dierbaren binnen en de brandweer die komt eraan, dan vind ik niet zo belangrijk wat voor geslachtsdelen de mensen hebben die daar naar binnen rennen. Het is misschien een heel revolutionair idee wat ik nu zeg, maar weet je waar ons vertrouwen dan op gebaseerd is? Op hun competentie, op hoe goed en hoe snel ze dat vuur onder controle kunnen krijgen. Op hun karakter, dat ze de moed hebben om daar naar binnen te rennen waar anderen naar buiten rennen. In plaats van te selecteren op basis van uiterlijke kenmerken, zoals geslachtsdelen of huiskleur. Er zijn veel belangrijke dingen dan al deze cijfers. Er zijn gebouwen die niet in orde zijn. Ik zit in een gebouw, dat is een schoorsteen. Ik vind het echt zo vervelend dat ik gewoon moet gaan rennen. Terwijl jullie, anders praten we nog een keer door. Niet vergeten, hè, wat we allemaal gezegd hebben. Maar we zijn er niet over alles. Dat is toch niet.